Hallo, ik ben Anouk. Ik loop stage bij Local to Local. En de aankomende maanden ga ik op zoek naar waar Local to Local voor staat. Vandaag ben ik bij Oudwijker voor een interview met Rutger. Kan je jezelf voorstellen en vertellen hoe Oudwijker ontstaan is? Ja, ik ben Rutger Pekelharing. Ik heb altijd een grote passie gehad voor Italiaanse kazen. Eigenlijk de Zuid-Europese streekproducten. Dus ook in het berggebied van de Alpen, ook de Franse kazen. Maar ik heb uiteindelijk veel respect voor Italiaanse bergkazen opgedaan. En dacht uiteindelijk dat het een goed idee was en toch ook moest kunnen dat we die kazen in Nederland zouden maken met op basis van Nederlandse koemelk. Dus ik ben in de leer gegaan bij een Italiaanse kaasmaker. Daar ben ik heel vaak naartoe gegaan en met hem samen, dat is meneer Cesare Rivolzi, heb ik geleerd hoe je Italiaanse kaas moet maken. Nu maken we deze kazen maken we nu gewoon in Nederland op basis van Nederlandse koemelk. En wat maakt jullie kazen bijzonder ten opzichte van andere kazen? In Nederland hebben we de ervaring om kazen, rauwmelkse kazen, te plastificeren. Dus daar gaat een plastic coating omheen. Wat de smaak en ook het vochtgehalte van de kaas beschermt. Wat de Italianen doen en ook de Fransen in feite, is dat die met natuurkorsten werken. Dat zijn schimmelkorsten, verschillende soorten schimmels. En die kazen, die schimmels, die hebben een enorme invloed op de smaak en de structuur van de kaas. En elke schimmel heeft zo zijn eigen bijdrage. En om niet het vocht te verliezen, worden ze dan ook gerijpt in hele vochtige rijpingsgraad. Dus met wel 95% vochtigheid. Het is in feite net alsof je in de tropen zit, maar dan wel gekoeld. Dus die korsten die creëren we hier in Nederland met natuurlijke schimmels, met natuurlijke Nederlandse schimmels. Je ziet hier een Taleggio-achtige kaas met een rood Flora-korst. Een Taleggio, ook dezelfde kaas, maar dan met een grijs schimmelkorst die langer kan rijpen. En dan hebben we een Toma gemaakt, een Toma Pietra noemen we die, die ook een grijs-wit schimmel heeft. En de smaak daarvan, die zijn gewoon heel erg uniek. En het zijn prachtige kazen, maar dan gemaakt in Nederland, maar wel met het Italiaanse bergtintje erin gemaakt. En waarom werken jullie samen met Local to Local? Ja, dat is een goede vraag. Ik geloof heel erg sterk in lokale producten voor lokale consumenten. Ik was ooit nog eens in Engeland in een Engelse pub waar men gerechten serveerde met ingrediënten die allemaal binnen een radius van 50 mijl verzameld werden. Dus ik wilde rijst hebben, maar dat kon niet, want dat werd daar niet geproduceerd. Maar ik vond het eigenlijk een fantastisch concept. En dat concept dat implementeert Local to Local op haar eigen creatieve manier hier ook in Nederland en in de provincie Utrecht. Dus ik ben een Nederlandse of een Utrechtse producent van Italiaanse kazen. En dat wordt via Local to Local gebracht naar Utrechtse consumenten. En dat vind ik een schitterend concept en daar werk ik heel graag aan mee. Dankjewel.